Om de veiligheid alle tijden te waarborgen is de Dacia Spring uitgerust met een automatisch portiervergrendelingssysteem dat in werking treedt zodra het voertuig een snelheid boven 7 km per uur bereikt. Houd terwijl de motor draait deze knop 5 seconden ingedrukt om deze functie in te schakelen. Een geluidssignaal laat u weten dat het is gelukt. Het controlelampje in de knop gaat branden zodra de portieren vergrendeld zijn. Natuurlijk kunt u, bij ingeschakeld contact, deze functie uitschakelen wanneer u maar wilt door dezelfde knop nogmaals ingedrukt te houden tot u het geluidssignaal hoort. Als u een systeemstoring opmerkt, moet u controleren of alle portieren en de achterklep gesloten zijn. Als deze goed gesloten zijn en de storing aanhoudt, moet u contact opnemen met een merkdealer. Als u besluit om met vergrendelde portieren te rijden, is het handig om te weten dat de auto is uitgerust met een systeem dat de portieren automatisch ontgrendelt in geval van een aanrijding.